Kijk, we zijn nu dus in ons appartement. Dat is hier de info van het appartement zelf. Hier, die nemen vandaag mee, die twee andere koffers blijven gewoon staan. Dus ik heb mijn fototoestel mee, mijn X-T1 met de 23mm lens en de 10 tot 24mm lens, want we gaan naar die brug gaan kijken en ik veronderstel dat we de landschappen ook wel wat gaan kunnen fotograferen daar. En de gimbal en voor de rest, ja, een short voor mij, ik moet mij daar nog omkleden. En mijn schoenen zouden hier ook moeten inzetten, ja, daar. Deze brug. Het is een kwartier hier vandaan. Je kunt, het dorpje is Morsdorf. Daar kun je parkeren en dan moet je ongeveer een half uurtje wandelen naar de brug. En als je de brug over bent, kun je ook nog, denk ik, doorwandelen naar Sosberg. Dat ben ik niet zeker, maar in elk geval is er hier een parking. We hebben dan gezien dat het blijkbaar vrij druk is, vooral in de weekends en in het verlof. Dat is een van de dichtbijzijnde grote steden, Castellón. En we zitten zelf, ons huisje is hier in Mastershausen. Het is nu al 9:55. Dit is een van de parkeerplaatsen in het dorp. Hier staat het dorp. Morsdorf. En die weg loopt recht naar de brug, volgens wat ik gehoord heb, 2 kilometer. Kijk, hier moeten we de eerste knopen doorhakken, dus er zijn 2 toegangswegen. Een weg, 1,5 kilometer hiking trail, dus niet geschikt voor buggies, rolstoelen of hoge hakken. Of 1,7 kilometer, ja, wat dan waarschijnlijk wel geschikt is voor dat soort dingen. Kijk, dat is dus het moeilijkere pad. Ik stel voordeel van het moeilijkere pad. Is dat in de schaduw ligt, zo te zien. Oké, nu komen we echt op het moeilijke deel van het pad, denk ik. Het is goed aangeduid. Het is, bijna elke 200 meter staat er een bordje langs waar dat er moet. Dus we kunnen eigenlijk bijna niet missen. En ook op de route zelf, hier aan die boom zie je, hangt er allemaal plakkaatjes die aangeven dat dit de weg is naar die brug.
waarschijnlijk net niet zichtbaar op de camera, maar in die boom lopen nu allemaal een stuk of drie rode eekhoorntjes. Nu lopen we op de terugweg van die brug over datzelfde pad en we kruisen de ene na de andere groepjes, mensen, koppels meestal. Op onze weg naar de hangbrug kwamen we ook nog dit kasteel tegen, of ruïne moet ik zeggen, want het is de ruïne van een kasteel waar ik even een kijkje wou nemen. Cool is dat, er zit zo alsof dat er licht binnen brandt, maar dat is gewoon de zon die daar nog achterop erdoor schijnt. Daar moet ik wel een foto van maken. Dit is een 3D tekening van hoe het er vroeger uitgezien heeft. Serieus versterkt de brug te zien. Ik ga snel even mijn camera halen dat ik dat kan vastleggen op foto dat licht.